Ik weet niet of je het hoort, maar... Het is weer tijd. Oké, ik was bezig en toen dacht ik, nou, ik ga het toch proberen. Goedemorgen, het is maandagochtend. Sarah, help Mila even met het dingetje eerst. Hij Mila. Want Mila, de stoeltje, die gaat heel vaak... Hij zit er al. Oh, hij is er al naast? Oké. Okay. Ik ga Sarah en Mila naar school brengen. En we gaan apenkooien. Ja, dat is wel echt een goed begin van de week, hè, als je mag apenkooien. Ja. Dat was wel echt een van mijn favorieten altijd met gym. Mijn was... Mama, je hoeft er helemaal niet daar om. Mama, ik heb mijn gordel. Doe je gordel dan even om in plaats dat je met iets anders zit. Mama, en weet je wat ook mijn favoriet was trouwens? Kegeldiefje, dat vond ik ook zo leuk. En mama, krijgen wij dat nog? Weet niet, moet je aan juf Bernadette vragen? En juf Bernadette? Ik heb dezelfde juf gehad, dus ik deed het vroeger ook bij de juf, dus ze kent het sowieso. Ja, echt, heb jij ook juf Bernadette? Ja, ik heb ook gym van haar gehad. En mama, en wil jij wat vertellen? En mijn mama? Oh. En mijn papa? Dat weet ik niet. Nee, ik weet wanneer haar papa en mama verkeerd hebben. Ik ken haar papa en mama al best wel lang. Allebei, los van elkaar. Mama? Ja? Dit ding met een poepie erop. Ja? Ja, had hij er omheen geknoopt. Maar ik heb een dingetje gevonden waar hij aan kan. Ja, maar dan gaat hij er misschien los van. Het is wel echt de eerste ochtend... dat de lampen aan moeten op de fietsen en op de auto's. En dat we vanochtend opeens licht aan moesten doen in de slaapkamer. Omdat je anders niet zag. Het is echt helemaal omgeslagen. Het is zo bizar donker vandaag. Het is echt gewoon niet leuk meer. Daar word je bijna depressief van. Echt vanochtend voor de eerste licht aan. En ik met de auto, want ik moest het goed doen. Dat je echt je lichten aan moet 's ochtends. Dat is echt voor mij de eerste keer weer. Dus, ja, ik weet niet. Ik heb gewoon nog zomer weer. Ik ben echt nog daar in mijn hoofd. Dus maar goed, heel veel boodschappen gehaald. Nee, ik moet de vriezer nog ontdooien. Dat moet ik van de week even doen. Dus ik zal wat vaker boodschappen even moeten doen. Moet ik dingen allemaal in de vriezer leggen. En dat is even niet handig nu. En echt deze. Deze zit echt al 3 weken in mijn tas. En elke keer neem ik hem niet terug. Oh, en nu echt tijd. Ik weet niet of je het hoort, maar... Echt de hele vloer ligt onder het zand. En gisteravond had ik ook even gestofzuigd. En gisteren natuurlijk overdag. Het maakt echt niet uit. Het komt overal vandaan. Ik ga hem nu maar weer doorhalen. En hopelijk dat het dan wel beter weg blijft. Maar ik ben heel blij dat het aangedaan wordt. Maar het zand echt verschrikkelijk. Echt, maakt mijn leven niet fijner. Het is weer tijd om die meiden op te halen. Die lunchen vandaag bij mij. Oh, het is gewoon even een beetje droog. En het is echt wel lekker. Want na al die regen... Het heeft echt heel de ochtend geregen. Ja, het mis het echt minimaal. Ik denk dat het zo wel weer hard gaat regenen. Maar ik heb de paraplu's bij me. Maar het is gewoon niet de moeite om een paraplu te doen. Dus dat is wel lekker. Ik heb ze wel allemaal bij me. Want anders zijn we daar ook allemaal helemaal doorweekt. Als we terugkomen. Ja, we moeten natuurlijk ook nog weer naar school daarna. Ik ben wel even blij. Het is nog steeds wel echt super grauw. Ik hou echt niet van dit weer. Ik wil de zomer terug. Ik zeur nooit eigenlijk als het heet is. Dus ik mag zeuren nu. Ik heb gezellig de dames aan de lunch. Gaan jullie goed eten? Ja. Wie gaat er op tijd klaar zijn? Ik. Nee. Goed zo. Ik. Het kan toch allebei? Ik ga binnen. Nee, ik vroeg wie er op tijd klaar gaat zijn. Ja, als ik nu met ga doen, moet je als eerste klaar. Maar je praat nu met volle mond.
En nu ga ik zelf even lekker lunchen. En het blijft echt zo donker. Het is echt niet normaal. Ik had er net echt nog geen honger. En ik heb ook echt bijna niet geslapen vannacht. Marco die was zo onrustig. En ik slaap daar dus niet doorheen. Ik wou dat ik dat deed. Maar ik heb echt... Ja, één, als het veel is, 2 uurtjes geslapen. Dus ik ben een beetje uit mijn ritme. Dus ik zit echt te denken of ik misschien na het eten gewoon nog heel even mijn ogen dicht doe voordat ik Sarah uit school moet ophalen. Ja, de tijd is zo kort. Ik heb wel echt iets lekkers. Want ik moest natuurlijk de vriezer, of moet de vriezer leeg krijgen. Want ze hebben hem een paar keer best wel open laten staan. Dus hij is dichtgevroren. En voor Sarah feestje moet ik heel veel dingen in de diepvries leggen. Dus hij moet leeg. En dit had ik nog in huis. Dus ik ga lekker brood met kroket eten. Wat overigens niet super ongezond is, want deze komen wel uit de airfryer. Oké, ik was bezig. En toen dacht ik, nou, ik ga toch proberen even te liggen. Maar dan ben ik zo onrustig, omdat ik denk, ja, ik had wel een wekker gezet. Maar dan denk ik toch, ja, daar word ik toch niet wakker in de school. En dan moet ik dan ook ben gewoon niet in slaap kunnen vallen. Dus ik denk dat ik misschien zo zeggen, of met Sarah samen een filmpje kijk. En liggen we altijd samen en dan wil het nog wel eens lukken om even in slaap te vallen. Want dan is zeg maar dat hele bezorgde moedergevoel weg. Omdat ze toch veilig bij me ligt. Dat werkt heel goed. Maar ik ga nu in ieder geval snel de school erop halen. En ik moet even... Ze hadden allebei een uitnodiging gekregen voor een feestje. Dus gaf die van haar om mee te nemen. Maar ik kreeg de van Mila ook. Maar ja, Mila die moet ik natuurlijk mee naar huis nemen. En ze heeft de paraplu laten liggen. Dus die 2 dingen moet ik wel even meenemen. Oké, we maken weer even een sprong in de tijd. Ik ging net even proberen uitgebreid te liggen met Sarah. Maar Sarah is zo'n wiebelkont. Dus we hebben wel gezellig gelegen. Even voor de 2. Maar heel even een kort slaapje. Dat ging helaas niet lukken. Toen hebben we gegeten. En ik heb net de persconferentie gekeken. Oh, en nu tegengezet. En even lekker gewoon zitten. En ik heb echt zoiets, ja, zal ik nu nog proberen te slapen even. Maar ja, aan de andere kant wil je ook over niet te lang alweer naar bed. En dan ben ik zo bang dat ik dan weer niet slaap. Dus ik denk dat ik gewoon heel even ga doorbijten. En echt ga proberen om een keer op tijd naar bed te gaan. Ik ga nu even al zegels in plakken. Dat vind ik altijd leuk. Heel stom, maar ik vind het een leuk werkje. Oh, zo leuk. Ik heb net al de cadeautjes voor Sarah's verjaardag ingepakt. En nu nog 12 dagen wachten om het te geven. En dat duurt echt lang, want ik ben zo benieuwd wat ze ervan vindt. Nou, 1 weten we sowieso dat ze het leuk vindt en daarvan weet ze dat ze het krijgt. Maar die andere, dat wil dus wel heel graag hebben. Dus ja, we zijn benieuwd. En ik haal er nog een klein cadeautje bij. Maar goed, ik ga thee zetten. Het is echt erg. Heel de dag ben ik zo verschrikkelijk moe. Dat ik echt heel de dag heb gevochten om mijn ogen open te houden. En dan is het nu bedtijd. En dan voel ik me echt over mijn slaap heen. En ik voel me echt gewoon nu niet moe. Oh, dat ging heel goed. Maar ik ga wel op mijn bed in. Want anders gaat het echt morgen helemaal niks meer worden. Dus ik wil nog even de vlog afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je nog niet geabonneerd, klik dan even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!